klokslag half elf, oftewel tijd voor het Formule 1 café. En de familie van Kalmthout komt nog binnen. Dat betekent dat we een special guest hebben. Namelijk Rinus van Kalmthout, onze nieuwe IndyCar coureur. Voor de rest hebben we een True or False met Giovinazzi. Rick Winkelman, die ging op zoek naar de Nederlandse roots van Nico Hulkenberg. Die gaan we missen hoor, volgend jaar. Nou, we hebben verder nog Rinus van Kalmthout. Tuurlijk ook op de sim en een hele tafel vol met stamgasten. Ik zeg, kom erin, de tap is geopend. En vanavond aan tafel, nou ja, onze drie vaste stamgasten. Doornbos, Plooi, Coronel. Ja. En we hebben een hele speciale gast vanavond. Ik zei het er net al, deze week werd bekend dat hij volgend jaar te zien is in de IndyCar. En dat is heel lang geleden dat wij een Nederlandse rijder gewoon een jaar lang in de IndyCar hadden. Dat was namelijk de laatste man die zat hier. Dat was Robert Doornbos zelf. Daarmee is de Formule 1. De Amerikaanse Formule 1, zullen we hem even zo noemen. Rinus van Kalmthout. Ah, ah ja. Ja, want wanneer was jij voor het laatst in de IndyCar? 2019. 1900? Nee, 10 jaar geleden. Oh. Ja. Dus het werd alweer tijd. Maar, ja. Maar jij gaat rijden tegen jongens waar hij nog tegen gereden heeft. Ja, toch? Klopt. Boudet, onder andere. Boudet. Grote vriend van jou. Power. Ja. Power, Marginal, Dixon. Dixon. Ja, ja dus, die jongens zitten allemaal heel lang in. Ja, dan kan je ook in de IndyCar kan je veel langer blijven rijden. Zou je had hij kunnen doen. Maar leuk dat je je deal getekend hebt. Ja. Top. En een goed team, Ed Carpenter. Dat is goed team. Ja, ja, zeker goed team. Was het spannend? Heel spannend. Ik heb wel slapeloze weken gehad. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Dus. Ik hoorde uit een hele betrouwbare bron, namelijk je vader. Dus of het heel betrouwbaar is. Juist niet betrouwbaar. Nee, daarom daar denk ik ook. Maar dat jij sneller was dan de snelste jongens de laatste keer dat er... Waar moest je ook weer... Mid-Ohio was dat. Mid-Ohio, ja. Dat is een heel lastig circuit. Oeh, heel spierballen. Ja. Daar moet je echt spierballen hebben. Zeker. Zwaar. Die auto's hebben geen superkrachtiging, hè? Dat is even wat anders dan Formule 1. Dat is echt serieus zwaar. Ja, 168 rondjes gedaan op een dag. Zo. Dus eind van de dag heb ik wel echt heel... Gewoon heel lekker, nou, 15 uur geslapen. Ja, maar, dat is heerlijk. Maar ja, dan geniet je wel echt om met zo'n auto op zo'n circuit te rijden. Ja, even, we hebben beeld van die test om even te laten zien hoe een IndyCar eruit ziet. Voor de mensen die denken, god, ik kijk echt alleen maar Formule 1. Geef jij even commentaar, Rinus. Dit is je eerste keer, die auto? Ja, dat was de eerste keer. Maar mijn eerste rondjes. En dit was op Portland. Ik heb namelijk 2 testen gehad, maar dit was zelf van heel gaaf circuit. Had ik al een keer gereden. Ja, en je hebt daar niet van die enorme grote uitloopstroken zoals in de Formule 1. Daar is echt boem is ho. Nee, hè? Daar is het gras. En ja, vanuit het gras kan je niet veel meer doen. Nee. Dan is er een muur. Dat is waar wij allemaal voor pleiten in de Formule 1, jongens. Van nooit een foutje gemaakt? Nooit dat je denkt van, nou, dit gaat een autootje kosten? Wel een keer een hoekje. Oh, maar, een hoekje. In de IndyCar niet, hoor. In de IndyCar niet. Maar dat was bijvoorbeeld in de kwalificatie hard aan het pushen. Maar ik heb nog nooit echt schade gehad waarvan je wauw zegt. Nee. Robert, vertel even, wat is het verschil tussen IndyCar en Formule 1? Best wel veel eigenlijk. Want IndyCar is eigenlijk leuker om te volgen, want de verschillen tussen teams zijn kleiner. Hè? Dus je rijdt met dezelfde chassis, dezelfde banden, nou, verschillende motoren, dat wel. Ja. Maar je kunt dit ben jij in 2007 trouwens, hier ga je naar een overwinning. Even voor mensen die niet meer weten hoe goed jij daar was. San Jose, daar had je op een gegeven moment ging je gewoon over een trambaan heen met 4e/5e versnelling wielspin. Springen. Echt springen. Nee, het is gewoon heel hard werken in die auto. Dit was een prachtige overwinning natuurlijk, goede herinneringen aan. En, maar die auto's zijn niet zo veel. Kijk hier jongen, hoe jong jij nog bent. Jong Becky, hè? Ja, gaaf. Ja, Jack was erbij. Ik was erbij. Jack was erbij. Was jij erbij? Ja, ik was erbij. Ja, ik heb een interview gedaan. Crowdsurfen, alles erbij, jongen. Dus dat hoort er allemaal bij. Maar die auto's lijken niet heel veel veranderd. Nee, dit is dan wel echt een auto voor de ovals. Dus dan zie je dat die proberen zo efficiënt mogelijk te maken. En je ziet die achtervleugel, moet je goed op letten. Op Monza bijvoorbeeld in Formule 1, dat is het snelste circuit. En dan zie je een heel klein beetje vleugel. Hier op de Indy 500 gaan ze negatief met de graden op de vleugel. Dat wil zeggen dat je dus lift krijgt op het rechte stuk. Bijna werkt het als een vliegtuig. Dus andersom, hij wordt omhoog getrokken. Ja, waardoor hij nog harder gaat. Dus je haalt de 400 met zo'n auto op het rechte stuk. Maar even kijken, want jij komt uit de Formule 2, de Amerikaanse Formule 2, de Indy Lights. Ja. Hoeveel vermogen hebben die? 450 pk. Oké, dan ga je nu naar? 750 pk. Dus even 2 keer zo. Dit is de Indy Lights. Wat deed je hier voor Boeven? Dat was voor de overwinning, maar ook meteen mijn eerste overwinning. Sint-Piet. Dus. Ja. Sint-Petersburg. Was een beetje een boevenstreek? Maar dit is natuurlijk een enorm verschil. Kijk, je, zelfs
een leek ziet dat er enorm verschil is tussen dit en die IndyCars waar je nou gaat rijden. Ja, maar dat klopt. Zijn natuurlijk toch de stappen die je altijd maakt naar boven toe. Nee, maar dit verschil is groter dan van de Formule 2 naar de Formule 1, denk maar ik. Maar daar wen je het toch zo aan? Ik wen er heel makkelijk aan eigenlijk. Ja. Want die Indy Lights is heel moeilijk te rijden, heel weinig grip. En IndyCar, die is zo... Veel meer downforce. Veel meer downforce, hele goede banden. Dus die was heel gecontroleerd. Dus als je van een auto komt waar je alleen met dwars gaat... Ja. Naar een gecontroleerde auto voel je veel meer op je gemak. Wat is er waar van het verhaal dat je op Mid-Ohio eigenlijk binnen een mum van tijd net zo snel was als de jongens die de laatste race daar op pole position hadden gestaan? Dat is redelijk waar, ja. Bizar. Ja, dat is bizar, hè? Ja, dat ging supergoed. En echt voor de lunchbreak, zeg maar, was ik gewoon... Zat ik eigenlijk al in de fast six. En aan het eind van de dag zat ik gewoon op ronde tijden van de eerste startrij. Maar je bent bij de Indy Lights ben je tweede geworden het kampioenschap. Dan weet ik dat de winnaar krijgt 1 miljoen en de nummer 2 75.000 euro. Dat is een groot verschil. Dus wie heeft de rest van dat gat van die 8 miljoen bijgepast? Ten eerste Ed Carpenter Racing. Die wilde me zo graag. En eigenlijk zou ik voor een stoeltje gaan in de IndyCar. Dat ik alleen de streetcourses en de roadcourses zou rijden. En dat Ed Carpenter, de teambaas, die zou de ovals rijden. Ja. Alleen toen ging het na die test in Mid-Ohio zo goed. Toen kwamen we op gesprek bij het team. Toen zeiden ja, ik wil je gewoon als teamleider hebben. Dus fulltime. Ja, want een tweede rijder is er nog niet eens. Ze hebben Spencer Pigot eruit gegooid. Want dat is echt een hele goede jongen. Dat was heel goed. Hij heeft wel twee matige seizoenen gehad. 2x14 in het kampioenschap. Ja. Maar... Maar heb je al een oveltest gedaan met de IndyCar? Nog niet. Want ik weet dat Barrichello, de man met de meeste races in Formule 1, die kwam voor zijn eerste test aan in Miami. En die bij Jimmy Vesser, dat zijn maatje. Pakte ook wel een team in Miami. Ja, maar die oval, die Homestead oval, is bizar. En die kwam echt, die stapte uit die auto. Ik zeg, Rubens, hoe was het? Weet je wel? En zijn handen stonden nog zo. Hij zegt, dit is helemaal knettergek. Ik heb van jou van de Indy, heb ik hier nog... Je hebt wel de mooiste beelden opgezocht, zie ik alweer. Luister even naar het Amerikaanse commentaar, wacht even. En die auto stopt ook niet. Je hebt geen remmen. Nou, dat hij nog rijdt. Ja, nee, dat is... Alleen de linkerkant zit er hoor. And just lost the back end. Hard impact right in the middle of turn. Doe nog zeer ziet, hè? Nou, dat was een ingeklapt longetje gewoon. Dus. Dit zijn wel van die races, jongens. Dit is nou de reden. Ik heb test gedaan in Sebring met de Indy. Toen ging ik inderdaad ook naar Homestead toe, naar de Oval. En er was niks aan de hand. Er was iemand op zijn snuffert gegaan. En die ging daar, vloog hij eraf. Die kwam daar op de baan tot stilstand. Ik had echt zien, wat zag is je net, ding stond. Maar er was niks aan de hand, joh. Had zijn ribben gebroken, had zijn heupen gebroken. Er was helemaal niks aan de hand. Nee, niks. En toen ben ik inderdaad gewoon naar huis geweest. Ik denk, joh, dit is levensgevaarlijk. De ouders besef je het wel? De ouders zijn er ook, hè? Papa van Kant uit daar een beetje pips op het neusje worden. Rinus, qua risico's, wat zeg je erop? Je hebt het allemaal wel in eigen hand, denk ik. Ik denk het niet, hoor. Kijk, uiteindelijk, je bent aan het afstellen met de auto. Je begint altijd met een beetje onderstuur. Uiteindelijk wil je de auto wel een beetje los hebben, want dan stuur je het minst, ga je uiteindelijk het hardst. Maar ja, je kan op een gegeven moment wel zeggen van, nu stop ik ermee. Een goede spotter. Je moet een goede spotter. Als ik deze zie en je zit eventjes in een hele kleine slipstream of een broodzakje wat over het hek heen komt. En het is klaar, hè? In die periode was het gewoon 1 op de 20 gingen per jaar ging eraan. Ja, maar de auto's zijn ook wel een stuk veiliger. Hoe hard rijden? Heel veilig, hoor. Kijk maar naar Scott Dixon. Die maakte een backflip op de Indy 500. Dat je doe even normaal. Hoe hard ga je daar? 400? Tegen de 400 aan, ja. 63 gemiddeld, 370. Dat is heel simpel. Daar kan je niks tegen doen. Nee. 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 Dit is heerlijk jong. Dit is heerlijk jong. Maar ik ben ook niet van plan om eraf te vliegen. Nee, maar heel goed. Ik ben goed bezig. Ik zal je vader af en toe wel gewoon even zeggen, rustig. Ja. Dat regelen wij wel. Wij ook, jongens. Houd allemaal heel. Het is allemaal dit jaar te zien bij, volgend jaar, bij Ziggo Sport. Allemaal live. Allemaal heerlijk. Nog weer een autosportevenement erbij. Top. Herinner eens nog even, wanneer ga jij van start eigenlijk? 15 maart pas. En wanneer mag je testen? Ook in 2020 pas. Want er is echt een testing blackout gewoon tijdens de feestdagen. Net als de Formule 1. Ja, dus daarna zal ik... Je gaat de gym in. Ik ga de gym in. Oliebollen. Nou, ik wens je heel veel... Oliebollen, omzet in spieren. Houd allemaal heen en we gaan je volgen. Mannen, dit was het voor vandaag. We gaan de lichten uit. Volgende week zijn we er weer om 10:30 bij de 2x2. De laatste race van het seizoen. Box. Ja, jij niet.